Deze nieuwsuitzending die gaat over corona en wat er aan de hand is. Waar je nu naar kijkt, dat zijn de cijfers van het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek. En die houden bij hoeveel mensen er van week tot week. Overlijden. De blauwe vierkantjes, donkerblauwe vierkantjes, die zijn van 2020. De rode diamantjes, die zijn van 2018. En je kan zien dat tot en met week 11 hadden wij een goed jaar vergeleken met 2018, want er gingen minder mensen dood. En sinds week 20 is het hetzelfde als in 2018. In 2018 hadden wij een griepgolf. Die kan je zien. Die had zijn hoogtepunt in week 10. Die griepgolf duurde van week 5 tot en met, wat zullen we zeggen? Week 16, 17, 18. 16. Ongeveer 5 tot en met 16, 11 weken. Denk ik zo. 10, 11, 12 weken. Ja. En die griepgolf was al bezig hoor. Dit is januari. Maar griep: dat dit is als de kou komt en hè? het is koud. in, krijgen mensen griep. Nou, dat is het. En in 2018 was er een griepgolf en in 2020 hadden we een coronagolf. Die coronagolf die ziet er heel anders uit dan die griepgolf. Vind je niet? Die griepgolf die kwam zo langzaam omhoog... Die had iets van vijf weken nodig, vijf, zes weken nodig om tot een hoogtepunt te komen. Terwijl die coronagolf, die zat in vier weken op zijn hoogtepunt. Hè. Of in drie weken, moet je zeggen. In drie weken tijd, boem. Dat dus, uh, is opmerkelijk snel, hè? Dus corona is kennelijk een virus wat zich heel snel verspreidt. Ja. Als je daarin gelooft... Hè? Dus als je vasthoudt aan die corona-theorie, dan weet je dus nu dat corona. Nou, dat is een gemene jongen. Dat, dat, dat breekt uit. En dan heb je binnen drie weken. Heb je ontzettend veel dode mensen. Ook is het zo dat na die drie weken. het ook weer heel snel voorbij is. En dat is raar. Toch? Ja, ik, ik vraag het aan jou. Dat ja, is raar. Dat is een apart virus hoor, dat corona. Dat niet te vergelijken met influenza. Want influenza komt er dus zo langzaam. Uu, we hebben acht weken nodig om te toppen. En als influenza dan gaat toppen, dan praat je over uh, duizend meer ongeveer. Maar toen corona op de top kwam, dan had je het over 2000 meer. Dus twee keer zo snel heb je twee keer zoveel doden. Dat betekent vier keer zo vernijnig, dacht ik. Dat is volgens de coronatheorie. Nou, laten we daar een vasthouden. Die coronagolf was voorbij in week 20. En week 20 is inmiddels vijf maanden geleden. Ja, ja. En sinds week 20 is er niks meer aan de hand. Toch is de Horeca nu gesloten. Arnhem is een spookstad geworden. Ik bedoel, tante, die ken ik dan, die kan koken, jongen. Die komt uit Suriname. Ik heb van haar, heb ik. Wat is het nou? Het is een kippenmeuk. Met kerry, een knoflook, een knetterhete sambal. Jeetje, wat kan dat mens koken, zeg. Wil ze zeggen dat vrouwen niet zo goed zijn in koken? Nou, maar uh, tante wel, hoor. En die, die zag ik van de week. Ik liep naar huis van mijn werk en zij kwam daar rijden. Ze heeft zo'n... Ik weet niet wat ze heeft. Ze zit in zo'n elektrisch karretje, ze karden dat ding naar mij toe. Ik denk, oh, die wil even praten. Die, was, die zag er helemaal niet goed uit, hoor. Die zei ook, wat, wat moeten we nou? Alles is dicht. Ja, en waarom? Want sinds vijf maanden is er helemaal niks meer aan de hand dan in 2018. Het enige wat we hebben gehad, dat is die, die sterfte golf... Van week 12 tot en met week 19. Meer niet. En ja, week 20 is alweer vijf maanden geleden. He. Vijf maanden geleden was die sterftegolf voorbij. En de maatregelen worden even opgeschroefd. Ja, je hoeft niet echt uh, een atoomtechnicus te zijn om in te zien dat onze regering niet bezig is uh, om ons te redden. En dat ze bezig zijn om ons de keel dicht te knijpen. Dit heet verwurging. En dan kan jij zeggen dat dat niet erg is, omdat we allemaal niet deugen, want we zijn Nederlanders. Dat vind ik ook goed. Dat we tegenwoordig dan een. Uh, ja, dat, uh, dat vind ik ook een goede gedachte. Ja. Yeah. Dat het helemaal niet erg is dat je een economie helemaal naar de rasmode helpt en alle kroegen dichtgooit en medewerkers van Albert Heijn laat verplicht met laten werken. Die arme kinderen, zo noem ik ze dan, die werken voor een uurlonen. Ik zit er een euro boven, denk ik, twee euro boven en ik verdien niet veel per uur. En ik vind dat niet erg, want ik hoef niet overdag met een mondkapje in de ronde te lopen als ik naar de toiletten ga lopen zuiveren. Heel even moest dat wel. Maar ja, dat weer gehad. Ja, Dit is echt gebeurd. En wij worden aangepakt. En ze gaan zeggen. Ja, en de maatregelen die gaan door tot de volgende zomer. Oh, ik kan er, uh, het, het punt is denk ik. dat als jij je realiseert. Wat ze ons hebben aangedaan. Dat je emotioneel wordt. En dat helpt de discussie niet. Als je, zoals ik niet gelijk aanneemt dat wanneer er in de krant geroepen wordt over een virus van de corona familie en dat het heel erg belangrijk is dat de horeca daarom dicht gaat als je zoals ik bent en je kijkt naar de sterftecijfers van het CBS dan moet ik geloven dat precies op het moment dat Mark Rutte die maatregelen afkondigde op die maandag in week 12 precies toen Kwam het coronavirus binnen. En heel toevallig zie je ditzelfde plaatje ook in andere regio's waar maatregelen zijn getroffen voor gebiedsafsluiting en de horeca dicht. En je mag niet zomaar meer boodschappen doen en je mag niet met z'n tweeën naar de supermarkt. Overal. Waar deze maatregelen zo draconisch zijn afgekondigd, zie je deze sterftegolf. Nou, dat doet je vermoeden dat het mogelijk is dat die sterftegolf veroorzaakt is door die maatregelen. En nu drijven ze die maatregelen op. Want ze hebben eerst die maatregelen getroffen en toen gingen er allemaal ouderen, bejaarden dood. En nu hopen ze, denk ik, nog meer maatregelen. Dan gaan er nog meer bejaarden dood. Maar kennelijk helpt dat dus niet. Je hebt in week 12 heb je die maatregelen afgekondigd. Dan kreeg je binnen vier, drie weken tijd vijfduizend uh, doden per week. Dat is ongelooflijk hoog. De kent ze weer gaan niet. En toen was het voorbij. Dit kwam door die maatregelen. Dus ik beschuldig Mark Rutte en zijn meelopers. En Mark Rutte is zelf een meeloper. Mark Rutte is een globalist. Een universeel denkend mens. En het Griekse woord voor universeel of globaal is katholiek. Mark Rutte is katholiek. Oftewel Babylonisch. Zo noem ik die mannen. En Babylon, is die katholieken, de universele... Ja, er moet toezicht zijn. Er moet alles in de gaten houden. Want anders gaan er mensen dood. Ja, door die maatregelen gingen er mensen dood. Tienduizend. Maar willen wij graag één miljoen... Per vermoorde bejaarde als aanbetaling. Hè? Dan heb je het over 10.000 keer 1 miljoen. Dat lijkt mij 10 miljard. In plaats daarvan hebben ze 100 miljard van ons al afgepakt. Want ze hadden voor 10 miljard euro aan bejaarden vermoord. En ze hebben van ons 100 miljard alvast geleend. Uh, wij hebben een schuldverklaring getekend. En wij gaan bijbetalen. Want wij willen ook graag dat onze, al onze bejaarden worden vermoord. Wij geloven in Mark Rutte en zijn meelopers. En dat verbaast mij aan ons. Ik snap dat niet. Ik heb nooit mijn opa willen laten vermoorden, of mijn oma. Ik heb dat nooit, niet erg willen vinden. Ja, mijn tweede kind is vermoord. En dat vind ik erg. Dat mag je ook niet erg vinden. Want dat kind zat toen nog in de buik van de moeder van mijn eerste kind. Dus ja, daar moet je niet een hechten. Dit zit gewoon in de buik. Dit moet je niks van aantrekken. Dit is geen mens, maar dit, dit is een bobbel. Nou, ik denk er anders over aan. was een mens die vermoord is in 2008. Maar zou je mijn opa hebben gepakt, dan was ik net zo teleurgesteld geweest. Als iemand tegen mij had gezegd, maar ja, maar je opa man, die zat al in de bejaardentehuis en uh, laat die, die Mark Rutte en die meelopers uh, lekker een gang gaan. Oudjes, opruimen! Een beetje universeel denken, weet je wel. Dat is maar hele kleine aarde die we hebben, hoor. Oh nee, planeet noemen ze dat. De hele kleine plane, planeet. Ja, natuurlijk, Jochie. En daarom mag mijn familie worden gechopt. Maar wij Nederlanders vinden dit normaal. En gelukkig vinden de Belgen dit ook normaal. En de Engelsen. En die gozers en meisjes in uh, New York. En in Denemarken, en in Spanje, en in Italië, en in Portugal. Iedereen is blij van... Nou, nah, gelukkig, men. We hadden allemaal bejaarden. En toen kwamen die maatregelen en toen... Woesh! Nou, dat scheelde een hele hoop uh, CO2 hoor. Want uh, ja, dan moet je toch, uh, als je dan zo'n moeder hebt in een bejaarde dan ga je toch iedere keer weer dwangmatigen. Dan ga je je auto starten en dan rij je er weer naartoe in het weekend. Nou, dat hoeven we mooi niet meer. Nee, er zijn oude mensen dood. Door de maatregelen van Mark Rutte en zijn meelopers. En ik vind dat merkwaardig. Ik vind dat iets om bij stil te staan. Nou, ja, maar Piri, jij staat altijd overal bij stil. En kunnen we niet iets zeggen. We hebben over de, de aerosolen. En die anderhalve meter. En hoe verhoudt zich dat tot elkaar? En ook daarbij de mondkapjes betrekken. En, uh, en hoe gaan we dan in de bus zitten? En houden we ons aan de regels? Want uh, dat, uh, dat verhoogt de kans op overleven. Sukkel! Sinds week 20, vergeleken met 2018, is er nada, zilch, nothing aan de hand. En de maatregelen worden opgevoerd. Dus ja... Er is een... Ik, ik wil dit niet te emotioneel maken, nee. Ik... Ik zat te denken aan die openingscène van Besmois. Ja, dat hele dit, dit intro van Besmois. Besmois is een film gemaakt met poen van de familie Heineken. Een merkwaardige film. Ik wist niet dat het zo uh, profetisch was... Dat het zo beeldend was. Dat wij met z'n allen zeggen. Best moi. Oh ja, dat betekent rape me. Ja, kennelijk willen we dat. Oh, 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 oh. Ja niemand kan rekenen. En, en die katholieken. Ik zeg je die katholieken. Die universele, die globalisten, die smijten ook wat poen tegen zo'n Blue Tiger Studio aan. En wel smerts als ze dit me niet vertellen. En als ze me niet vertellen dat er sinds week 20 helemaal niks aan de hand was. En dat die maatregelen van Mark Rutte helaas maar 10.000 doden hebben opgeleverd. Ja, dat wist je dan. Dat is ook mooi. Je, doe je maatregelen treffen, royale je speech houden op maandag... en dan gaan er maar 10.000 dood. Nou, dat kon Adolf Hitler wel een stuk beter. Die hield een goede speech en daarop gelijk een miljoen... Uh, wie gingen er allemaal over de kling? Nou, je mag het niet emotioneel maken. Dat begrijp ik heel goed. Ik heb die vorige die ik gemaakt heb... Uh, die heb ik net weggegooid. Die had ik al gescheduled op YouTube. En ik zat vandaag erover na te denken. En toen dacht ik: Oh nee, dat moet je niet zeggen. Dat, dat. Ik luister alles af hè, voordat ik het publiceer. Echt wel twee of drie keer als ik twijfel aan. En deze dacht ik: Nou, het moet kunnen. Een beetje humor. Maar dit, dit is, nee, dit, ik kan je niet humoristisch over zijn. Dit is een regelrechte aanval. van de principalities. op ons. Principalities. Leer Engels. Dat boek van Machiavelli. wat. waarvan gezegd werd. Dat uh, prinses, koningin, uh, zeg het maar. Beatrix. op haar nachtkastje had liggen. Dat was van Machiavelli. Dat was haar gegeven door een of andere vrijmetselaar. Die zei: Kijk, zo moet je het doen. En dat boek heette. en dat weet jij ook. De prins. Oder niet? Als jij een totaal verregend aankomend. Uh, een of andere vervelende. dat heeft mijn zwager gedaan. Uh, heb je een, een familieweekend. en dan denk je. ah, oh, daar heb ik helemaal geen zin in. nou, dan neem je. Um, Il Principe mee. van Machiavelli. en dan word je zachterreinig, jongen. En het komt mooi uit, want het was ook wel ontzettend weer. En ik begrijp het dan ook dat het dan wel past dat je zwager extra zagerheinder wordt als hij weer vijf pagina's van Il Principe, de prins, van uh, Machiavelli, uh, dat hij daar dan ook uh, dat hij iets gaat samenvatten. Dat ik nou uh, wie regent er nou het hardste? De wolken boven deze nat geregende tent of dat geouwe hoer van jou? Ah ja. Aan de andere kant, als je niet emotioneel wordt, wat, hoe moet ik dan respect hebben voor jullie gevoelens? Het zijn ook jullie, oudjes, die zijn afgeslacht door de maatregelen van Mark Rutte en co. En iedereen die zo vrolijk meedeed, want iedereen wilde van zijn eigen bejaarden af. We waren allemaal al lang blij dat we niet meer naar verjaardagsfeestjes hoefden die zo vervelend waren. Altijd weer die ruzies tussen oom Kees en oom Frans. Ja, nu hoef je niet meer, hè? Nee. Je mag lekker thuis zitten. Ja? En gaan genieten van de rust die het ons geeft... dat ze 10.000 bejaarden over de kling hebben gejakkerd. Het is een stuk rustiger geworden op de snelweg. Ja, maar Piri, dat het rustiger geworden is op de snelweg. dat komt niet omdat er 10.000 bejaarden dood zijn. en dat we niet meer naar het bejaardenthuis hoeven. Nee, dat komt vanwege de maatregelen. Ja, maar jij vindt het ook fijn dat het rustiger is op de snelweg. Je bent hartstikke blij met die maatregelen. Je bent hooguit teleurgesteld over het. het, het, het schamele aantal uh, verminderingen. van uh, die bevolkingsgroeitoestand. Dit is een lullige kaasgaafmethode. Want we hebben het over. Er is een verschil tussen gemiddeld dan 3000 mensen per week. En dan in één heb je dan een paar weken met 5000 mensen dood. En dan moet je Halleluja gaan roepen of Hosanna. Dat is er helemaal niks man. Ja. ja, als je dat dan toch wil. Gewoon een COVID-paspoort. Dat is alleen maar wanneer je geboren bent en dan ben je auto lang geleden geboren. Nou, meneertje, dan moet u een quarantaine. Je zou je toch ook doen. Oh ja. Nee, ze maken ons af. Daar kan je gif op innemen. En zoals Jurk Gliesman zo fijntjes tegen mij zei. toen wij bezig waren. in wat waarschijnlijk mijn allerbeste Bijbeluitzending gaat worden. over Daniel hoofdstuk 9. Zoals Jurk zei. Dat, dat hele Babylon, dat, dat weten wij, dat is een straf. Punt. Ja. Dus wij zijn gestraft. Tienduizend uh, bejaarden zijn oep. En wij zitten nu uh, ja, te breien met de maatregelen. En ons te danken dat wij niet meer naar verjaardagsfeestjes hoeven. We hoeven niet meer naar het bejaardentehuis. De kinderen hoeven niet meer naar school. Oh, nou weer wel. Oh, met allemaal heel gedoe. En de kinderen moeten om en om naar school. Dus we zitten lekker met de kinderen thuis. En trouwens, dat maakt ook niet uit. Want wij hebben zelf geen baan meer. Dus we zitten ook thuis. Wij vinden dat lekker. Wij de denken een beetje... Ja, uh, met al die SM hè, van Marquise de Sade. En die de marquise de Sade en een graaf toch zo was het toch massoch dus marquise de zade en graaf massoch wij zijn graaf massoch wij houden van uh, oh hurt me tie me up tie me down wij vinden het lekker en de gedachte dat, dat als je Mark Rutte en zijn volgelingen wegdenkt van deze wereld... Ja, dan worden we, dan worden we helemaal koud bij die gedachte. Zo zit de straf in elkaar. Zo straft... Hoe de... stond het nou in Daniel 9? The great and... Ja, ik ga het nou niet opzoeken. Je moet het zelf maar. Luister maar naar Jurk en mij. Alsjeblieft, doe dat in je coronatijd, voordat ik de pijp uitgaat. Cruel, cruel, sam. Vreed, denk ik. God is vreed hoor. Hij is vreder dan jij denkt. En dit is dan, wat uh, no, het is het gespeeld? Yeah. Een of andere maloot, uh, waarvan niemand weet uh, waar hij eigenlijk vandaan komt. Hij is, wat is hij geweest? De personeelsmanager bij Unilever of zoiets was hij. Hugo de Jonge was een leraar in het basisonderwijs. Weten jullie hoeveel 3 keer 21 is? Ja, die brullen dan wat door een microfoon met camera's erbij... en dan vrouwen met gebarentaal. Altijd vrouwen. Ik weet ook niet waarom. Ik kan het ook namelijk, maar dat mag dan kennelijk niet. Dat zouden ze moeten doen. Bij de eerstvolgende toespraak van Mark Rutte. En dat moet dan helemaal voorbereid worden... want dan moet ik mijn gebarentaaldiploma hebben... en dan ga ik daar naar binnen... want ik ga binnenkort gebarentaal lesgeven... Uh, Condeo Volente op zijn Latijn. Inch'Allah op zijn Arabisch. Als God het wil op zijn Nederlands. Dan ga ik gebarentaal lesgeven. In mijn schoonmaaktijd. Ja, maar Piri, dan zie ik te stelen van je baas. <laughs> ja, maar dat doet mijn baas ook voor mij. Dus. Eh? Ja, leer mij een beetje Bijbelse moraal, man. Kom op. Dus ik ga gebarentaal lesgeven. En dat, dat krijg ik voor elkaar. En dat is tien minuten per dag. En dan moet mijn manager niet over zeiken. Want anders pak ik het terug. En dat weet zij ook wel. Mag ik hopen. Daar gaan we niet over lopen zeiken. B. Dat je bent. Als ik zie, dat moet er even tussendoor uiten. Je hebt A en B. En min niet. Het is Abba. Het is dus een A en een B, of niet? Abba. Dus vader. Dat is een A en een B. heb je ook nog ba-abba. Of abba-ba. En dat betekent hetzelfde als maranata. Maar het is de A en de B. En meer heb je helemaal niet nodig. De rest is, hoort erbij. De A en de B... En wat is de A? Dat is Adam. En wat is de B? Dat is Eva. Ja, maar we zeggen Eva. Ja, in, in, in Spanje hebben ze het ook over Cerveza. Terwijl er gewoon Cerveza staat. Mag ik een glaasje Cerveza? En dan kijken ze je aan. Waar heb je het nou over? Moet je Serbessa zeggen, dacht ik. Oh, Grow up. En de A, dat is de Adam. Dat is de hoeder, dat is de centrale punt. Die, uh, alles komt goed en uh, Adam weet wat hij doet. En de B, dat is zijn helper. de huishouder is dus a doet en b doet de huishouding dat heet management dus de manager is b Jij kan kiezen wat je wil, jongen. Als jij een meisje bent, of je bent een debiel met een half been, dan maakt me helemaal geen donder uit. Maar wat ga je doen, A of B? Meer keuzes zijn er niet. Dan lopen zeuren bij de transgenderkliniek. Net als de eerste beste daklozen in de supermarkt. Snap je? Ja, wij zijn totaal verloren. Dit is een totale terechte straf van God. Hoor. Ik had het niet in de gaten. Moet ik zeggen. Ik snapte het niet. Hoor. Al een hele tijd geleden niet hoor. Dat ik denk van ja, Christus zei. God vergeeft hun. Ze weten niet wat ze doen. En dat ik dacht van ja, maar we zijn nou twee voortplantende millennia later. Die Engelsen zeggen dan uh, fucking. To fucking. Voortplantend. Doorgaand. To fucking millennials. Later. En ik begrijp het nu. We krijgen het regelrecht voor onze kaners. We gaan alles afpakken. Ik zeg je, hoor. Vlees eten? No, 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 no. Not for you. Vlees eten, dat is voor de beren en de leven. Die arme dieren. En ja, die moeten wel vlees eten. Dus die krijgen vlees. Maar jij niet. Nee, jij gaat terug naar het paradijs. En jij eet van de, de vruchten van de bomen en de streuken. En dat doen ze ook niet, want ze, ze geven ons tevreden met de vruchten van, de, van het gras. Ja, volgens mij staat dat niet echt in, in Genesis. Maar ja, daar kan je mij overlopen zeuren. Ja, maar dat ga ik krijgen. Die Mark Rutte, hè, met zijn piekje, die heeft het goed gedaan. Hè? Hey, hij heeft ons verlost van al die bejaarden. Helaas maar 10.000. Maar oké, okay, maar Mark Rutte is nog jong. Die kan nog meer jongen. Dat denkt hij. Ja. In elk geval, die horeca helemaal dichtgooien. Daar begrijp ik de mening van. Dat, dat verhindert mensen zoals ik om andere mensen te overtuigen. Omdat je dan met je lichaam aanwezig bent en spreekt. Terwijl als ik tegen jullie spreek door mijn SM <laughs> SM zo heet dat ding. Mijn Sado mijn SM 58 microfoon. Jij drukt op een knopje en ik ben uit. Maar in café de wacht als ik dat zat. Met een vol glas bier. Dat is een ander verhaal. Ik heb daar meegemaakt dat, dat er een vrouw, dat was voor corona. Een vrouw keek me aan en die zei. De katholieken hebben 11 september 2001 gedaan? Ik zei ja, dat was de paus. Oh, dat wist ik helemaal niet. Er kwam een vrouw bij mij collecteren voor borstkanker. Uh, borstkankerhulp. Ik zei tegen die vrouw: ik zei, Weet jij dat als je langdurig de anticonceptiepil slikt, dat is hormoonbehandeling hè, langdurige hormoonbehandeling. Dat jij een aanmerkelijk grotere kans krijgt op een diagnose borstkanker. Los van het feit of je borstkanker hebt, maar de, de kans op de diagnose dat is vastgesteld in de jaren tachtig. Onder de vrouwen met een borstkankerdiagnose. daar zaten opmerkelijk veel vrouwen. die al opmerkelijk lange tijd. oestrogeen hadden geslikt. Oh, zei ze, dat wist ik helemaal niet. Waarom staat dat niet in de krant? Ja, dan moet jij komen collecteren. en je moet mij zien. met mijn lichaam. en dan ga jij naar mij luisteren. En nee, ik geef geen geld. Maar ja, maf. Je gaat al die mensen maar vertellen dat ze me, de, de, geen anticonceptiepil gaan snikken. Ben je gek geworden in je achterhoofd. Bruine mongool. Ja, maar Perry, dat is racistisch. Ja, het zal mooi. Het was bedoeld als een scheldwoord. En als je je beledigd voelt, dan is het niet meer dan terecht. Want het is afschuwelijk wat er gebeurt. En je, je hoort net als ik te denken: Wauw. Zoals Wim T. Schippers zei. Wim T. Schippers, die, die man is een homoseksuele man, dacht ik. Met Ernie en Bert. Een. Wij zijn twee vrienden. Nou, ah, die heeft gezegd. Waar moet dat heen? Hoe zal dat gaan? Waar komt die rotzooi toch vandaan? Waar eens de boterbloempjes bloeiden, staat nu een saai kasteel. Ja, ik, uh, dit, is, dit is jullie wereld. Niet die van mij hoor. Ik heb nooit meegedaan naar Babylon. Helemaal nooit. Ik ben stoïcijns opgegroeid. Opgevoed. Stoïcijns. Hè? Van de Stoa. De, de mensen van steen. Je kan ons niet kwaad doen. En wij doen een ander niet kwaad. Want wij zijn van steen. Stoa. Stoïcijns. En toen werd ik christen op mijn twaalfde. En dat was een moment voor mij van halleluja! En, en later uh, ja, heb ik nog zo'n momentje gehad en dat was niet echt halleluja! Dat was meer, oh, uh, ja, uh, heb ik God gezien? Ja. Dat was uh, 28 jaar daarna. Dat vond ik niet plezant. En dat doet er niet toe. Dat was ook de boodschap. Het doet er niet toe of je mij plezant vindt, of niet. Het gaat erom dat ik ben, die was en zal zijn. Geen prettig aanblik voor een sterveling. Dus vandaar dat Christus de, de waarheid sprak toen hij zei: Niemand komt tot de Vader dan door mij. En hou je erom. Hou je eraan. <coughs> hou je eraan daarom. Want je overleeft het niet. Serieus? Dan kan je zeggen: Ja, maar Perry, dat is jouw mening. En ik zeg jou, uh, wil jij iets anders horen dan mijn mening? Dat ik ga lopen papegaaien van wat een ander heeft gezegd? Dat wil jij toch niet horen, of wel? Nou dan. En dan kan je mijn mening saai vinden, omdat die gebaseerd is op geschriften die duizenden jaren oud zijn. Omdat je liever doet aan moderniteit. Dat is best, jongen. O, Café de Wacht, die, die gaat kapot, hè? Café de Buik is al kapot. Die tent van Emiel Raterbrand, zijn zoons, is ook al kapot. Het, het, al, het is allemaal kapot, jongen. Die, 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 die kroeg met, waar iedereen mocht zingen. Kon je een liedje zingen? Dan mag je komen zingen. Goede PA-installatie, alles geregeld... Je hoeft de huur niet te betalen. Dan mocht je komen, dan mocht je zingen. Dat is kapot. De hele horeca is kapot. In Klarendal waren er 70 cafés ooit. Belachelijk veel natuurlijk. En nu nul. Ja, wat heeft, wat heeft het leven nog van zin? Als, als, als je... je de, de, moet je morgenochtend... Je, moet je naar school en alles. En, en papa is nog niet thuis. En je moeder zit zo in de keuken. En die zegt, ja, hij zal wel in de kroeg zitten. Maar... Zijn eten staat in de koelkast. En voor de rest bekijk je gozer het maar. Hij zal wel belangrijke dingen aan het doen zijn in de kroeg. Daar gaat zo'n moeder dan maar van uit. En you believe me, dat ik zaken heb gedaan in de kroeg. Daar heb ik geld mee verdiend hoor. Door er met je lichaam te zijn. Dan, dan kweek je vertrouwen, want je bent in de buurt. En je kan ook op iemand zijn schouder gaan hangen en zeggen: Vert ook zo'n kut zo hier. Ja, dronkenmanspraat heet dat. Snap je? Maar dat mag niet meer. We willen ze helemaal verbieden. Ah. En terecht. Want wij malen er niet om. Wij geven niet om Gods woord. En dan ga je naar de pleurgis. Punt. Je wordt afgeslacht. Je wordt verwucht. By the rivers of Babylon, to come there we sat down, to do, 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 do. Yea, hey, we went to when we remembered Zion. And no, 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 taken us away in captivity, requiring of a song. But how can we sing the Lord's song in a strange land? Nou, nee, je zal het leren binnenkort. Je zal leren om de Lord's song, wat is dat? Het lied van de Heer. Je zal leren om het lied van de Heer te zingen in een verwurgd land. Een strangled uh, land. Noem het maar even. We worden verwurgd. Ze laten ons met, met slavenmaskers lopen. Want onze adem zit vol met uh, gevaarlijke stoffen. Ja, ik kan niet zomaar. Want, uh, ja, 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 ja. Kijk, Christus heeft gezegd: het is niet uh, wat de mond ingaat dat de mens verontreinigt. Nee, het is wat de mond uitkomt. Nou, en precies dat gaan ze dan verhinderen met een mondkapje. Snap je? Iedereen heeft het over wakker worden. Nou, dit is een moment van wakker worden, dacht ik. We zitten in Babylon. En, hebben we, en daar hebben we zelf om gevraagd. Wij hebben op onze blote knieën gelegen en gesmikt. Aan die gruwelijke God. Van straf ons. Nou, dan krijg je voor je kaners, jongen. Wij betwisten de tien geboden van Mozes. En we willen graag weten wat er dan van komt. Ja, je kan die tien geboden van Mozes wel overtreden. Want dat mag dan niet. Hè? Maar wat komt er eigenlijk van? Nou, dat hebben we dus gedaan. En dit krijg je ervan: Ik ben niet boos. Ik ben een vliegtuig. Hij maakt het helemaal niet uit. Ik ben blij dat ik God niet ben. Als ik God was, zou ik zo boos worden. Dan moet ik wel de emotie moeten beraten. Ik vind dat God zo verneukt is. Dat zie ik van... Vind... Als jij zo almachtig bent, waarom laat jij jouw schepsel jou vernederen? Jotten, maar krotten. Het is een uh, jotta, Dat is een uh, jodalf. Of alleen jod en dan kaf, resh, taf. Jod krat, af. Maar het komt allemaal goed. Ik, ik ga ervan uit dat het goed komt. Ik ga ervan uit dat. dat het klopt. Dat het nodig is. Joe Biden. Die loopt met twee mondkapjes op. Snik. En dan dat geweldige verhaal van die koning van ons... die even naar Griekenland op vakantie wilde... met die... Uh, die uit Argentinië. En die dochter, die oudste, die is obese, hè? En op zich, mensen die obees zijn, die hebben honger. En honger is positief. Alleen zij is wat obees. En dat is niet positief. hè? Wat moet je nou met een dikke koning in? Met hart falen. Want dit is het probleem met obees. Dat, dat, dat kan je zelf ook uitrekenen. Dat je, je, jouw botten zijn berekend op zoveel kilo. En hè, je koopt een Renault Clio. Ja, daar moet je niet eh, 30 ton straatafval mee gaan verrijden. Want dan zakt dat ding door zijn hoeven heen. Nou, zo'n koningin wil je toch niet? dan zit, zit hij met zijn obese oudste dochter. En heeft hij ook nog een dochter en die is scheel. Nou, dat is helemaal niet erg. Maar ik ben ook scheel. Maar, dit, maar dit, ja. Dit, en dan, die obese. en dan op vakantie gaan naar Griekenland. Want die, die Maxima die wil ook wat. En dan moet die sukkel al na drie dagen terugkomen... met een lijnvlucht. Daar stond Robert Jensen ook nog bij stil. Want onze koning ging met een privé-vliegtuig naar Griekenland... En hij moest terug met een lijnvlucht. Dat was zijn straf. Nou, die heeft er van langs gekregen hoor, van Maxima. Die heeft tegen hem gezegd: uh, Dit flik je me niet nog een keer. Sukkel. Nou, die, die Maxima is kwaad geweest. Die Maxima heeft dus in een lijnvlucht met haar obese oudste dochter. en helemaal In een lijnvlucht. Terug naar Nederland. Ik ben niet verdrietig. Ik ben een vliegtuig. Ik kan niet medelijden, medelijden hebben met iedereen. Ik heb het liefste medelijden met mensen in mijn directe omgeving. Zo'n Maxima, en dat ik allemaal heel vervelend voor haar ook. En... Ja, dan denk zo'n meisje, die is dan geboren daar uh, in, 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 in een Catalonië-land. Uh, lekker met die, uh, wat is het toen? Die, die, die vuile oorlog in Zilverland. En dan, ja, en dan denk je dat alles goed gaat. En dan kom je in Nederland, in dat druilerige gebied, en denk je: Gadverdamme, ik wil zonneschijn. Ik wil zonneschijn. Ja, en dan mag je dan eigenlijk naar de zonneschijn. En na drie dagen moet je alweer in een lijnvlucht terug. Nee, heb even medelijden met Maxima. Ik heb er geen tijd voor. Maar als jij er zin in hebt, doe het. Schrijf haar uh, een brief. En, uh, weet dat wij jouw leed begrijpen. was in godsnaam in Buenos is ergens gebleven? Met je, je fijne paus. Want Maxima kende Gorge Mario Begoglio. Onze huidige paus. Dat is een schoolvriend of zo van uh, Maxima. Hoe <coughs> is het Maxima? Ja, Maxima, in ieder geval die enge vrouw. Ik zag vandaag. Ik ga afsluiten hoor. Ik zag vandaag op mijn werk. zag ik zo'n vrouw. En die is zo mooi, hè? Die ziet er net zo uit als Maxima. Zo'n statige vrouw, hè? Die staat op haar benen. En ik ben. Kijk, altijd weer onder de indruk. Ook van de manier waarop ze met bewoners omgaat. Dat is schier perfect. Jeetje, wat heeft hij een mooie poot? Ja, net als Maxima. Alleen zij is aanwezig. Zij let op. En ik zo, hoi, doe, pop, pop, pop. Zij doet haar werk, ik doe mijn werk. Kits, 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 kits. We vallen elkaar niet lastig. We doen ons werk. Maar zo is Maxima niet. Dat is een luie trut. En vanuit dat perspectief krijg je ook gelijk medelijden met koning Willem-Alexander. Dat je ze allemaal zo luie trut hebben moeten trouwen. Moeten trouwen. Die maar zeurt. In Nederland is helemaal geen cultuur. Er is helemaal geen Nederlandse cultuur. En het kloten weer. Ik wil naar Griekenland. En dat mag dan niet. En de kerel die krijgt dat niet van elkaar. Nee, dat moet je vooral doen bij zo'n. Tutola uit Argentinië, die bevriend is met Jorge Mario Becoglio. En ik zeg je hoor, dat, als, dat, dat Maxima dus tegen hem heeft gezegd, dat momenten wil ik geen seks met je. En als je dan toch van je kwak af moet, dan heb je poen genoeg. Dan neuk je maar een of andere Germaanse slet. Maar die van mij uh, kom je niet binnen. Want ik wilde naar Griekenland. En jij hebt dat verpest. En jouw hele idee heb jij allemaal verpest. En allemaal beloftes van mijn familie. Van nou ga maar naar Nederland, dan komt alles goed. En dan wil ik één keertje op vakantie. Als het nodig is. Eén keertje op vakantie als het nodig is. En dan moet ik terug met een lijnvlucht. Tussen de pleps. Ja, dus uh, medelijden is het beginsel. Hè? Wij gaan medelijden hebben met Maxima, die arme B, die dan. Ja, dat, ja ze hadden zo goed voor elkaar in Argentinië. Die vuile oorlog, alles ging goed. Alle protestanten, 30.000. Over zee, gewoon uit helikopters gooien. We gaan maar vliegen. Alles ging zo goed in Argentinië. En, en dan zitten ze nou in het regenachtige Nederland. En het waait of uit het westen, of het komt vanuit het oosten, en of het komt vanuit het noordwesten. Of het is altijd een waaier hier en nooit blauwe luchten. Ik wil naar Griekenland. Dat is heel erg voor zo'n vrouw. En zo gaan wij de wereld bekijken. Bij, uh, zij, zij hebben. Dus de, de regering, dat, is, dat zijn de globalisten, dat zijn de katholieken, dat zijn de universeel denkenden. Van als we alles nou maar in regels vaststellen, dan gaat alles goed. We schrijven op dit, we schrijven op dat. En jij hebt dat beloofd, dan moet je ook zoveel terug. En in die, we houden alles bij. En dan komt alles goed. Nou, ik help het je hopen. En ik zeg je: het antwoord is nee. Hmm. Het is niet mijn probleem, snap je? Dat weiger ik te geloven. Het is jouw probleem dat jij hetzelfde probleem hebt als ik heb, namelijk dat je omringd bent met mensen die God niet vrezen. Die niet bang zijn voor God, die, die zijn bang voor regels, die zijn bang voor de politie of de boa's, maar ze zijn niet bang voor God. Yes. Daar ben je ook mee omringd. En met jou heb ik medelijden, zonder meer. Als jij dat beseft. En al die andere mensen, daarvan denk ik van... Nou, ik doe net alsof ik jou geen kwaad doe. Al die meelopers met Mark Rutte. Al die meelopers. Ik doe alsof ik medelijden heb. Ik wijns medelijden. En ik heb het niet. Die 10.000 bejaarden die uh, verwurgd zijn. in die acht weken. naar nou, die maatregelen van Mark Rutte en zijn meelopers. daar had mijn opa tussen kunnen zitten. Ik laat een pauze vallen. Niet echt natuurlijk, want ik ben 60. Maar, ja. maar toch, euh, ja, ja, zoals, ja, ja, het had gekund. Hè. dat ik even snapt. Ik ben niet boos, ik ben niet teleurgesteld, ik ben niet verdrietig, ik ben niet opgewonden, ik ben niet zagrijnig. Ik ben een vliegtuig. Dank jullie wel voor het luisteren. Ik vond dat het no, niet te emotioneel was. Ik vind dat ik heb Stilgestaan bij het feit dat ze 10.000 bejaarden over de kling hebben gejakkerd... met die maatregelen van Margrethe en Co. En ja, ik zie de, de, de toekomst zonnig tegemoet. Ik vind al die mensen die geen respect hebben voor hun bejaarden. Het is helemaal niet erg dat die bejaarden worden afgeslacht. Want ja, toch? Waarom moet je respect hebben voor mensen die het niet erg vinden dat bejaarden worden afgeslacht? Want ze vinden het leuker om te gaan kijken naar Blue Tiger. En dan te horen over aerosolen en anderhalve meter. En de zinvolheid of de onzinvolheid van dat soort maatregelen. Want dan denken we niet aan die 10.000 vermoorde bejaarden. Een pleister op een stinkende wonde. Want dan ruik je het niet. Snummy. Doei. Tot de volgende.